Ja, we zijn live op de Provara vandaag. Mijn naam is Femke en ik ben coördinator Stichting Fris voor Kinderen. We zijn nu op de stand van Fris. En ik dacht, het is leuk om jullie even te laten zien wat wij hier op de stand hebben. Want wij hebben namelijk een te gekke spraakmakende merchandise-lijn ontwikkeld. Met een knipoogje naar de vastgoedbranche. En ik dacht, het is leuk om dat even aan jullie te laten zien. Wij hebben vanuit onze stichting deze merchandise-lijn ontwikkeld om onze bestaande donateurs te bedanken. En om nieuwe donateurs iets terug te kunnen geven. We hebben een hoodie, we hebben een canvas-tas, we hebben een stainless steel waterfles. En wij hebben sportsokken, niet te missen. Wij gebruiken voor de mannen pantjesprints. En als je naar de wc bent geweest hier, heb jij dat al gezien. En voor de vrouwen hebben wij vastgoedgrietje. Fris voor Kinderen is een stichting die is in 2015 opgericht door Hans-Peter Fris en Mark Poelman. Ze wilden niet alleen maar bezig zijn met vastgoed, maar vonden het ook belangrijk om iets terug te doen voor de maatschappij. En in het verlengde van onze dienstverlening, voornamelijk voor kansarme kinderen die door omstandigheden niet meer thuis kunnen wonen. Wij vinden het belangrijk dat ook kinderen die niet meer thuis kunnen wonen alsnog een thuis kunnen hebben. En zodoende zetten wij ons daarvoor in. Wij zamelen geld in en wij steunen projecten en andere stichtingen die zich ook inzetten voor kinderen. Wij zijn vandaag aanwezig op de Provara, hal 12, stand 28. Wij zijn niet te missen bij de Fris stand.